gaan we het hebben over astma en de middelen die daarbij gebruikt worden. In deze video gaan we daar verder op in en ook op de bijwerkingen van die middelen. Als je astma hebt, krijg je te maken met verschillende soorten geneesmiddelen. Twee daarvan zijn de belangrijkste. Dat zijn ontstekingsremmers en je hebt luchtwegverwijders. De ontstekingsremmers zitten vaak in een soort paarsachtige kleur. Het zijn middelen die de ontstekingen die je in de luchtwegen hebt bij astma, die die onderdrukken. De luchtwegverwijder, dat is vaak een beetje blauwachtige kleur. Het zijn vaak ook net even andere apparaatjes, omdat je bij benauwdheidsaanval iets anders moet inhaleren, omdat je toch niet veel kracht meer hebt. En die geven, het woord zegt het al, luchtwegverwijder. Die verwijden de luchtwegen direct. Dat is echt binnen 20 seconden merk je daar effect van. En die zorgen ervoor dat je direct meer lucht hebt. Ontstekingsremmers moet je twee keer per dag gebruiken, 's ochtends en 's avonds. Dat is belangrijk om die ook consequent te gebruiken, want daarmee onderdruk je de ontsteking waar je bij astma juist last van hebt. Het nadeel van die ontstekingsremmer is dat hij ook wel wat bijwerkingen kent. Maar die bijwerkingen zijn voornamelijk lokale bijwerkingen in de keel. Het kan keelklachten geven, keelpijn, wat heesheid, maar ook een schimmelinfectie in de keel. En om dat nu goed te voorkomen, moet je ofwel na elke inhalatie even spoelen met water. Het belangrijkste advies wat ik hierbij kan geven is, omdat je het toch 's ochtends en 's avonds gebruikt, doe het voor het eten. Want door het eten en het drinken wat je daarbij doet, spoel je je keel ook goed schoon. Luchtwegverwijders moet je eigenlijk alleen gebruiken op het moment dat je echt die benauwdheidsaanval hebt. En de belangrijkste middelen zijn eigenlijk die andere middelen, die ontstekingsremmers. Die luchtwegverwijders, als je die dan gebruikt, dat is vaak 1, maximaal 2 keer per week en dan maximaal 4 keer een puffje per dag. Op het moment dat je dat doet, blijft het medicijn gewoon in de longen zitten en zul je geen last hebben van bijwerkingen. Als je het te vaak gaat gebruiken en meer gaat gebruiken, dan komt het ook in het bloed terecht. En dan kun je last krijgen van bijvoorbeeld hartkloppingen, maar ook van trillende handen, transpireren en bijvoorbeeld hoofdpijn en zelfs extra benauwdheid. Als je toch te veel luchtwegverwijders gebruikt, dan is het belangrijk om te overleggen met de apotheker en dan met de praktijkondersteuner of de huisarts. Want waarschijnlijk moet dan de dosering van de ontstekingsremmer moet worden opgehoogd, zodat je uiteindelijk weer minder luchtwegverwijder nodig hebt. Als je nou vragen hebt over het gebruik van deze middelen, of over mogelijke bijwerkingen, of misschien dat je nog een extra inhalatie-instructie wilt, kom dan voor advies naar de apotheek. Ook kunnen we dan bespreken of je misschien te vaak die luchtwegverwijder gebruikt. En indien nodig zullen we je natuurlijk verwijzen naar de huisarts.